DDB Veghel wil het hondenbeleid en de hondenbelasting afschaffen. Maar daar is niet iedereen mee eens. Het college is van mening dat je het beleid niet moet afschaffen. Er is op dit moment een heel duidelijk hondenbeleid. Het is voor iedereen duidelijk hoe het in elkaar steekt. Er zijn opmerkingen gemaakt alleen op de uitvoering om daar wat aanpassingen te doen. Maar zeker niet op het beleid. Als je het af gaat schaffen, dan betekent dat dat mensen elkaar moeten gaan aanspreken op gedrag. Ik ben erg voor burgerinitiatieven en mensen zelf weer in hun kracht zetten. Maar als je als overheid van bovenaf op gaat leggen dat mensen elkaar moeten aanspreken op gedrag, vind ik geen goede ontwikkeling. De burgerparticipatie moet van onderaf komen, van de mensen zelf, vanuit positieve, goede ideeën, maar niet vanuit een soort strafmaatregel. Want ik denk dat we dan geen leuke situaties krijgen op straat. Nee, maar stel dat het afgeschaft zou zijn, hè, dat er is geen beleid meer en de belasting afgeschaft. Wat houdt het dan precies in de praktijk, zeg maar? Wat gebeurt er dan? Wat kan er gebeuren? Ja, dat moet je dan aan de DDB vragen, want die hebben daar beslist ideeën bij. Je zult altijd nog rotzooi op straat houden, uitwerpselen. Ik denk dat het niet minder wordt als mensen elkaar moeten gaan aanspreken. Dus wij zullen daar kosten blijven houden. Bovendien denk ik dat de klachten heel erg toe gaan nemen. Dus je krijgt dan krijg je op een andere plek in je gemeentelijke organisatie ook weer extra kosten. Want je moet die klachten wel afhandelen. En je moet het ook allemaal weer opruimen. Dus dan zijn alle vechelaren dan weer de dupe van het hondenbeleid. Het zal betaald moeten worden, ja.